begin was eigenlijk hier ook in Almelo. In 1973 heb ik omscholing gehad tot reclametekenaar. En toen weet je ook nog wel, was die BKR-regeling. Kwam ik erin, dan kon je gewoon, kreeg je goed betaald, kon je rustig verder ontwikkelen. Zijn ze toen, kon je gewoon rustig verder schilderen. Dit is denk ik mijn 34e expositie, zei hij op Schipperig. En ja, ik vind het toch wel leuk om op een gegeven moment mijn werk te laten zien. Ja, het is, wat zegt surrealisme, dat is gewoon van, kijk, als mijn fantasie op alles slaat, dan moet ik benen maken om dat bij te houden, om te schilderen. Ik bedoel te zeggen van, dat ik vaak ik hoef niet na te denken, wat ga ik nou schilderen? Automatisch komt dat. Wat ja. Er ook surrealisme is. En ja, dan moet je maar afwachten wat de toeschouwer ervan vindt. Ik heb allerlei meningen, schrik niet gewoon meer van afwijzend, afgrijzelijk en dat soort dingen. Maar dat krijg je toch. En surrealisme ligt in Nederland toch nog niet zo goed. Heeft in Nederland eigenlijk nooit geen bekendheid gehad. Ja, dat zei tegen mij van het surrealisme was in 1930 overleden. Ik zei nee, het is nooit overleden. Het stuk dat mensen naar mij geboren worden, die gaan surrealistisch schilderen. Dus ik zeg, het is een geestelijke instelling, het is geen isme. Je kunt het niet leren, je wordt zo geboren of niet. En met wat voor materialen werkt u? Werkt u met olieverf? Olieverf, graag op paneel. Dat is helemaal glad. Ik wil graag dat het helemaal glad is, want dan doe ik ook altijd de structuur van de puntjes en de gaatjes. En met een portret zul je net zien dat het precies in de oogbol is of zo. Dus ik denk, dat doe ik niet meer. Het moet de gladde achtergrond. Mijn dag was heel goed. We hebben hier de laatste zondag van de maand altijd op atelierroute op de Herengracht. Niet te verwarren met de Almeloze atelierroute. Maar de Herengracht is elke laatste zondag van de maand open, koopzondag. En nou, van 2 uur tot 5. Ja, en het druppelde buiten, maar het druppelde hier binnen ook lekker door. Ja, je had veel bekijks vanmiddag. Het was goed. En soms is het leuker om wat minder mensen te hebben waar je dan ook een leuk gesprek mee kan hebben. Dan dat er 10.000 man staat. Nee, dat is overdreven. 10 man staat. Zeg ik 10.000? Nee, die 1000. Nee. 10 man staat waar je gewoon niet mee kan praten omdat er 10 staan. Ja. Die dan duizenden guldens uitgeven, dat wou ik zeggen. En je bent op de Schelling lekker bezig geweest? Ja, ik ben een tijdje op de Schelling geweest. Eventjes andere omgeving, andere ruimte, andere lichtval, andere tijdingen. Tijden? Nee, tijen is het woord. Ja. Dus ja, dat is ook ander werk, ander... Ik heb daar zelf houtskool zitten maken en zelf met de zeewater zitten aquarellen. Dus dat is toch een ander gevoel dan hier in Almelo. Ik doe ook mee met de Almeloze atelierroute, die is dit jaar trouwens. Hoi. Ja, dat klopt. 30 jaar, er komt een prachtig boek van, maar ja, dat zullen jullie allemaal al wel weten. Dat is eind september. Dat wisten we nog niet. Dat wisten jullie nog niet, maar dat is dan bij deze alvast ook een beetje reclame. Ja. Dan zijn we weer welkom, maar dan is het iets groter en iets... meer kunstenaars die meedoen, laat ik het zo zeggen. Ja. Een leuke dag. Het begon even met regen, het was een beetje stil en daarna kwam er toch heel veel publiek. Dus enthousiaste kijkers, mensen die ook leuk commentaar geven op de schilderijen die ik maak. En ja, dus goede zondag. En je hebt hier ook nieuw werk hangen? Ja, ik heb hier nieuw werk hangen. Ik werk met het thema Reborn Beauties, onder andere. Dat is dat je materialen gebruikt die een ander weggooit, daar een vertaling mee maakt en dus op een andere manier weer teruggeeft aan de kijker. En dan krijgt het weer bestaansrecht. Wat mensen dingen weggooien, herbruik jij om het een nieuwe functie te geven. Ja, klopt. Ik werk bijvoorbeeld met stoffen. Met viezen, met hout in combinatie met porselein. Daar heb ik een soort koeientouw hangen bij dat objectje en een scherf van een schoteltje. En zo probeer ik bijvoorbeeld landschapjes te maken of aan te geven dat de dag mooi is. Dat soort dingen kun je terugvinden in mijn werk. En binnenkort hebben we de Herman Krikka-prijs. Ja. En ga je daar nog aan meedoen? Ja. Ja, ik ben een trouwe deelnemer. Ik vind het sowieso leuk om mee te doen. Dus daar ga ik me ook weer sterk voor maken.